Welkom in het ATAG Experience Center. Ik ben Gilles Melchior van restaurant Melchior in Tienen. En vandaag gaan we een Aziatisch gerechtje maken. We hebben buikspek, we hebben citroengras, gember, allemaal leuke smaken die dat we gaan samen gebruiken. We gaan een vinaigrette van kokos met rode currypasta maken. We gaan een lakkagesaus maken voor het buikspek te lakken in de oven. We gaan op basis van hoisin. Dus we gaan nu beginnen met de lakkagesaus te maken en de curry kokos vinaigrette. We gaan de citroengras gember snijden. Een beetje kaffir limoenblad. Look. En koriander. Ja, met de look. Koriander. Mag allemaal grof gesneden worden. Het is allemaal voor krokant aan te bakken, dus dat maakt niet echt veel uit. Gewoon alle smaken afgeeft. Wat frisse, pittige smaakversterkers. Citroengras altijd best eventjes pletten voor de aroma's vrij te maken. Spijtig dat je dat niet kunt rekenen, want dat is een hele straffe geur. Ik heb dat wel graag. Beetje gember. Gezond natuurlijk, gember. Goed voor de keel. Dan gaan we de kruiden, citroengras en de gember aanstoven voor de kokosvinaigrette te maken. De aromaten aanstoven. We gaan een lepeltje rode currypasta bij doen. Je kan gewoon in de Thaise supermarkt halen of in het groot warenhuis. Ook niet mee overdrijven, want het is nogal krachtig van smaak, pikant ook. Ook niet te veel bovenhangen met de neus, want het is nogal een indringerige, pittige geur. Zo. Gaan we zachtjes laten verder gaan. Ondertussen gaan we de lakkagesaus maken voor het buikspek te lakken. Dus wat we daarvoor nodig is de hoisin. Het is eigenlijk een soort, ja, laten we zeggen, pasta van sojabonen. Er zit knoflook, chili in. Het is een beetje een zoete, niet zo heel pikant, maar een beetje een zoete smaak. Wel lekker gaat zijn met dat buikspek. En voor de rest gaan we er terug een beetje koriander in doen. Een beetje limoenblad, een beetje look. We gaan ook bruine suiker gebruiken. We gaan de zestes van citroen en limoen gebruiken. En ook limoen en citroensap. We gaan een potje nemen. Nog eens in toevoegen. Een goede scheut water. Voilà. Je gaat ook door de hoisin, dat is wat dikker, dus het gaat ook wel een mooie binding krijgen. Ja, een beetje losvoegen. Die gaan we nu aan de kook brengen. Ondertussen gaan we onze aromaten verder snijden. Citroengras. Een stukje gember terug. Dat mag allemaal wel wat grover zijn, we gaan het toch uitpasseren straks. Eentje look. We gaan er ook bruine suiker aan toevoegen. Limoenblad. Koriander. Voilà. Bij de laksaus mogen de steeltjes en al erbij. Dat kan geen kwaad. Gaan we de kruiden, de aromaten bij de lakkage doen. Voilà. Dus de aromaten zijn erbij, dan gaan we een beetje bruine suiker toevoegen. Een
We gaan de zesten van een citroen en een limoen nemen. We gaan de limoen en de citroen de zesten toevoegen. En daarna gaan we ook het sap van de citroen en de limoen gebruiken. Dat mag erbij. Gaan we het sap van de limoen en de citroen toevoegen. Het zal een zoet-zure combinatie zijn. Dus we gaan dat gewoon zachtjes laten trekken. En dan komt dat goed. Ondertussen gaan we de oven opzetten voor straks onze buikspek te lakken. We gaan die op 180 graden zetten. Oven. Voilà. Zo, die staat op. We gaan ondertussen onze aromaten bevochtigen voor de kokosvinaigre te maken. En een scheutje kippenfond toevoegen. Dan gaan we de kokosmelk nemen. Ook weer al belangrijk met kokosmelk, dat hoeft niet in te koken, want dan de smaak gaat ook weer al vervliegen. Dus dat mag gewoon op standje 4 of 5 staan, dat dat echt heel zachtjes blijft gaan. Anders gaan we te veel van de smaken verliezen. We gaan daar ook udon-noedels bij serveren. Dat zijn in dit geval nu Japanse noedels. Daar kun je daar fijne noedels voor gebruiken, goffere noedels, zoals dat je zelf wilt. Die gaan we straks kort koken in gezouten water. Het water staat op. Ondertussen gaan we onze teppanyaki-plaat op het vuur zetten. Deze gaan we eigenlijk opzetten met gebruik van onze bridge-functie. Dat is eigenlijk een functie. We hebben twee aparte kookvlakken. Met de bridge-functie kunnen we daar eigenlijk één groot vlak van maken. Als we dan onze teppanyaki-plaat erop zetten, krijgen we eigenlijk een extra boost, waardoor dat vuur krachtiger wordt, omdat we met die twee elementen samen kunnen gaan koken eigenlijk. Buikspek nemen. Daar mooie dikke plakken van snijden. Even aan de kant zetten. Ondertussen is onze lakagesaus klaar met de hoisin. Dus we gaan nu die passeren, dat eigenlijk alle aromaten die hun smaak hebben afgegeven, dat we die eruit gaan doen, want die hebben we niet meer nodig natuurlijk. Ruikt al heel lekker. Over de kokosvinaigrette. Gaan we ook nog een beetje vissaus bij doen. Niet te veel, heeft nogal een vrij zoute smaak. Zit ook een beetje pit in, maar het is vooral het zouten dat we hier gaan gebruiken. We gaan deze ook niet meer verder afkruiden met zout. Enkel nog met eventueel peper en citrus of vissaus uiteraard. We gaan ondertussen onze groentjes al snijden, dat we die al mooi aan de kant hebben staan. We gaan een mengeling pakken. We gaan nu vandaag een beetje broccoli scheuten nemen. Een beetje prei. Paksoi, dat is ook altijd leuk, zo wat krokante toets daarin. Chalotje. Sojascheutjes. Belangrijk, scherp mes. Regelmatig uw mes is wetten. Ik werk nu met Japanse messen. Dus dat vraagt een iets andere techniek voor die te slijpen, maar gewoon westerse messen is gewoon rustig, niet te wild, rustig op een wetstaal doen. Dat is echt zo'n beetje een comfortfood gerechtje. Hè? Dat,
Dat is ook leuk voor te delen. Zo wat meer maken dan in het midden van de tafel te zetten. Straks als we dat gaan dresseren, gaan we dat ook over verschillende potjes dresseren. Dat is altijd leuk voor te delen, zoiets. Ik ga nog enkele bospaddenstoelen pakken. We gaan de erengue pakken. En gewoon een Parijse champignon, zoals de meesten wel kennen. Je kunt daar ook andere champignons voor gebruiken. Hè. Oester, zwammen, shiitake's. Shiitake past er ook perfect bij. Wij gaan nu vandaag met Parijse boschampignons, Parijse champignons en erengue doen. Om die allemaal al lekker te ruiken. De volgende stap is ons buikspek. We gaan ons buikspek op de teppanyaki-plaat mooi krokant bakken. Onze lakagesaus staat daar klaar. Die gaan we er dan over doen. En dan gaan we alles in de oven schuiven. Door de zoetigheid van de lakagesaus, van de bruine suiker, de hoisin dat erin zit, gaat dat mooi karamelliseren in de oven en een mooi laagje opkomen. Dat is hetgeen wat we willen. Hè. Er zit ook zoveel vet aan dat we geen vetstof moeten gebruiken. Gewoon erop leggen. De buikspek is krokant aan het bakken. We gaan de kokosvinaigrette passeren. Ondertussen gaan we onze buikspek omdraaien. Mooi krokant gebakken. Zo, die zijn mooi krokant gebakken. Het is eigenlijk echt super voor mee te werken deze. Dat is echt een plezier. Echt super crispy. Het leuke is ook, als je daar straks mee gedaan hebt, gewoon kort afspoelen en je kunt dat morgen terug gebruiken. Dus ja, nog stukjes kraakbeen dat erin zit, gaan we er al nu al uitsnijden, dat we dat straks niet moeten doen als de hoisin erop zit. Gaan we de hoisin nemen, gaan we het buikspek mooi mee invrijven. Maar een mooi laagje op. Zeker niet zuinig mee zijn, want daar is het veel te lekker voor. Dan gaan we dat 10 minuutjes in de oven plaatsen. Kan eventueel wel langer zijn, dat gaan we straks bekijken. 10 minuutjes. Dus onze buikspek zit in de oven. We kunnen beginnen aan onze wok. Het leuke op deze plaat is dat we eigenlijk een functie hebben. Die speciaal gemaakt is voor te wokken. Dus we hebben echt een wokfunctie. Het leuke eraan is ook, we moeten niet meer met die pan staan schudden. Het is eigenlijk echt gewoon met een spatel. Toen moeten we er eigenlijk voor zorgen, die gaat volledig automatisch het vuur. Dat we eigenlijk onze wokpan op ons vuur laten staan. En dat we gewoon met een spatel daar rustig gaan omroeren. Dus we gaan die opzetten. Dan is er een menu. Een menukeuze. Als we die inhouden, komen we bij de wok terecht. En dan gaat die volledig automatisch gaan. Terwijl we aan het wokken zijn, gaat hij zelf de temperatuur bepalen. We moeten die niet op stand 1, 2 of 6 zetten. Die gaat volledig zelf zijn werk doen. De wokpan is mooi op temperatuur. Belangrijk is dat die ook goed warm wordt. Dan gaan we een beetje olie gebruiken. Zo. Dan gaan we onze groentjes erin doen. Nu is het belangrijk dat we met een spateltje altijd goed gaan omroeren, hè. Dus dat we niet gaan schudden, want dan gaat die eigenlijk, vanaf dat de pan van het vuur gaat komen, gaat die niet meer in automatische functie zijn. En dan gaat die eigenlijk temperatuur verliezen en dat willen we absoluut wel vermijden. Ook een klein beetje afkruiden naar peper. Ik heb er ook bewust geen zout bij gedaan, omdat we ook nog onze vissaus hier gaan bij toevoegen. En dat is al een sterke smaak. Laten we rustig verder bakken. Ondertussen is onze buikspek klaar. Dat gaan we er ook al uithalen. Zo, mooi gelakkeerd, zoals dat het moet zijn. We gaan nog eventjes aan de kant laten staan. En dan gaan we verder met onze wok. Dan gaan we onze udon-noedels toevoegen.
kokend gezouten water, heel kort, een minuutje, gaat zeker meer dan genoeg zijn. Op onze timer een minuutje zetten, is wel handig. We hebben ook op onze inductieplaat hebben we ook een timertje, dus dat is altijd gemakkelijk. Hè. De udon-noedels zijn gaar, die gaan we afgieten. Die hebben we afgegoten, terug in de pan gedaan. Gaan we er een beetje verse kruiden bij ondersnijden. En dan kunnen we ons gerechtje gaan dresseren. Hè. We gaan er een sharing gerechtje van maken. Dus we gaan eigenlijk de drie bereidingen op drie verschillende bordjes presenteren. We hebben onze kruiden gesneden. Een deel van de kruiden gaan we bij de wok doen. Een ander deel van de kruiden gaan we bij de udon-noedels doen. De wok mooi doorroeren. Die is klaar. De udon-noedels gaan we op smaak brengen. Klein beetje vissaus nog. Geraspte citroen. Voilà. Eens even doormengen. We kunnen overgaan tot dresseren. Dan beginnen we met onze wok. Leuk comfort food gerecht. De noedeltjes afzonderlijk dresseren, zodat we eigenlijk een mooi sharing gerechtje hebben. Hè. Afwerken met enkele kruidentakjes. Ook. Japanse mosterd. En dan ons buikspek uiteraard nog. Voilà, dus het buikspek ligt erop. We hebben de udon-noedels, gehookte groentjes. Gaan we nu juist nog afwerken, een beetje zest van limoen over het buikspek. Voilà. En dan hebben we nog onze vinaigrette van kokos en een rode curry. Voilà, onze gelakt buikspek. Mooi glazig, mooi blinkend, zoals we het graag willen. De udon-noedels, vinaigretje, rode curry en kokos. Gehookte groentjes. Laat het smaken en zeker proberen thuis.